Mats van Huigenvoort, kun jij mij proberen uit te leggen wat er vanavond is gebeurd? Ja, die 1-0 was een vrije trap, een hele ongelukkige goal. Waarbij die wordt aangeraakt en eigenlijk het in het teken staat van deze wedstrijd. Ik bedoel, we komen goed op 2-1 voorsprong. Na die goal vond ik dat we het overwicht hadden. Alleen hun waren wat gevaarlijk met lange ballen. En hun hadden veel lopende mensen, daar waren ze alleen gevaarlijk mee. En wij hadden, vond ik, het overwicht eigenlijk tot de 2-1. Dus ongeveer tot de, laat ik zeggen, 60-70ste minuut. En dan staan we 2-1 voor en dan krijgen we 2 goals tegen. Ja, ongelooflijk. We worden daar gewoon te makkelijk uitgespeeld. En die jongen trekt ervoor en de spits schiet hem erin. Bij de derde goal is het een ongelukkige hensbal, maar daarvoor ook al worden wij al veel te makkelijk uitgespeeld. En het is allemaal cliché, maar we moeten die 2-1 gewoon vasthouden. Zo is het gewoon en dat gebeurt niet. En het is gewoon echt diep triest. Ja, ik sprak net met je trainer, die was heel duidelijk over de manier waarop jullie hadden verdedigd. Daar was hij ook vrij vernietigend over, in die zin dat het gewoon slecht was. Ik kan me voorstellen dat jullie met goede moed hier aan die wedstrijd beginnen. Hè. Hoe kan het dan toch zo misgaan? Ja, dat zit denk ik allemaal, het is allemaal een beetje mentaal. Hè? Ik bedoel, je moet elk duel willen winnen. En als je dan 2 keer makkelijk daar aan de zijkant wordt uitgespeeld, dat kan gewoon niet. Ja, dit is gewoon een mentaal stukje. Ik weet het ook, het is allemaal in het kopje natuurlijk. En wat ik zeg, het heeft allemaal een beetje met mentaal te maken, denk ik. Maar wat is dat dan? Blokkeren jullie dat? Is het angst? Wat is dat dan, die mentale kwestie? Ik denk dat we dan gewoon... Op een gegeven moment gewoon het niet meer weten. En dan lopen we allemaal uit elkaar. En dan spelen we niet als één team. Laat ik het zo zeggen. Ik wil niet zeggen dat we elkaar in de steek laten. Absoluut niet. Maar nogmaals, zo wij daar de duels aangaan, dat kan gewoon niet. Zo simpel is het. En daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Niet alleen die personen, maar dat is gewoon het hele team. We willen wel, alleen het komt er gewoon niet uit. En laten we het maar zeggen, hopen volgende week. Speelt dan ook mee in het hoofd dat die laatste plaats is bereikt. Hè? Daar komt druk bij kijken van supporters die ontevreden zijn. Jullie willen zelf ook niet op die plek staan. En het winnen moet echt en het moet ook snel. Brengt die druk ook iets mee waardoor jullie mentaal wat achterblijven? Nou ja, bij mij persoonlijk niet hoor. Alleen, ik denk bij het team ook niet. Alleen, tuurlijk, wij willen daar niet op die plaats staan en daar horen wij ook niet. Zo duidelijk is het. Alleen ja, we staan er wel. En in de wedstrijd zelf zijn we er absoluut niet mee bezig, want we willen gewoon goed voetballen en we willen gewoon winnen, dat is duidelijk. Alleen, het komt er gewoon niet uit. Het komt er gewoon echt niet uit. En waar het daar ligt, daar moeten we het dus met z'n allen over hebben. Ja, wat het hele vreemde is dat jullie in de tweede helft op 2-1 komen. Zij moeten met een man minder spelen. Dan lijkt dus alles in jullie voordeel te keren. En juist vanaf dat moment lijkt het helemaal weg te zijn bij jullie. Ja, wat ik zeg. We hebben daarin gewoon geen duidelijkheid van hoe we het willen oppakken. En nogmaals, gewoon daar de duels die we daar aangaan. Dat mag gewoon niet. Het is al een paar keer geconstateerd ook dat het een mentale kwestie is. Jullie trainer heeft dat geconstateerd, jullie constateren dat zelf. Is het ook niet zo dat de trainer blijkbaar er niet in slaagt om dat bij jullie om te draaien? Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik bedoel, we hebben een goede trainer en die houdt ons scherp. We moeten het gewoon bij onszelf zoeken. We moeten zelf, zoals je dat zo mooi zegt, in de spiegel kijken. Hoe cliché het ook is, maar zo is het wel. Is het moeilijk om het vertrouwen erin te houden? Nee, voor mij persoonlijk niet. Ik denk voor de jongens ook niet. Alhoewel, het is natuurlijk gewoon wel kloten om morgen weer met frisse moed naar de club te gaan. Maar het hoort er wel bij. We moeten hier gewoon weg. En voor ons allemaal is het een ontwikkeling voor onszelf. En hier moeten wij echt sterker uitkomen. En dat moet zo snel mogelijk. En volgende week staat er een mooie wedstrijd voor de boeg. En daar moeten we dan met z'n allen staan. En dat wordt een hele belangrijke wedstrijd.